Deze beschouwing, die ga ik houden over mijn jeugd en ik leg het accent bij mijn moeder. En het is ter lering, dus voor educatie, daar gaat het om. Mijn moeder is nu 78 en ik word dit jaar 61. Mijn moeder wordt 79 dit jaar. Over acht weken of zo. Ik heb een jonge moeder. En zodadelijk ja, niemand heeft het even leven en met mijn moeder gaat het niet zo goed. Zij is een frequente bezoeker geweest van een hele hoop ziekenhuizen. Het is al begonnen met toen ik acht was, denk ik. Dan had zij een maagsfeer. Iets waar je tegenwoordig niet meer voor behandeld wordt. Als je tegenwoordig een maagsfeer hebt, dan krijg je te horen dat je je niet zo druk moet maken. En, en misschien dat je iets te, iets te drinken of dat je een eetadvies krijgt. Van, uh, niet meer dit of niet meer dat. Misschien. Maar een maagsfeer is natuurlijk alleen het gevolg van een verstoorde balans in, je, in de hoeveelheid zoutzuur in je maag. Ja, in je maag zit zoutzuur. Een beetje eng idee, maar. maar het is wel zo. En hoeveel het zoutzuur die, ja, die maakt het lichaam aan. Als het lichaam vermoedt dat er eten in de maag gaat komen en als het lichaam dan denkt, oh er gaat een hele hoop eten aankomen en dan, maken we, dan maakt het lichaam dus er zoveel zoutzuur aan om dat eten te kunnen gaan verteren. En als je dan niet gaat eten, ja, dan krijg je dus uh, een zure maag. Want dan is alles klaar om dat eten te gaan verteren, maar er komt geen eten. Ja, wat moet, moet het lichaam dan doen met dat zoutzuur? Een manier is om daar uh, tabletten voor te gaan slikken. Die werden toen verkocht onder de naam Rennies. Zie je wat? Is lekker educatief. Dus ga lekker slapen. Gaan lekker. Ik ga je allemaal dingen vertellen waar je wat aan hebt. Rennies. Er waren vierkante tabletjes. Niet al te dik. En dat is basis. Dus dat was misschien calciumhydroxide. Ik zeg maar wat. En dan breng je de zuurgraad in je maag omhoog. Oh, dan wordt het dus steeds zuurder. <laughs> nee, wacht even, dat zeg ik fout. Je brengt de pH-waarde in je maag omhoog. Maar de zuurgraad wordt minder. Ja. Maar een pH van 7 is neutraal. Water heeft een pH van 7. En je maag, dat kan gaan naar een ph van 4 of 3. En veel lager moet het niet worden, want dan loop je het risico op een, op een ontsteking in je maagwand. In principe kan je maagwand tegen zure meuk, maar je moet het niet te bont maken. Bij mijn moeder is die bot hè, in die tijd. Het is maar goed dat die tijd voorbij is. Die had dus maagzweren en toen hebben ze, en hoe ze dat bekeken hebben, weet ik niet, misschien met endoscopie. Ik moet er niet aan denken. Maar dat ze een cameraatje, dinges, heel eng met een slangetje in de maag hebben gebracht en in de rond hebben gekeken. Ik weet het niet. Of ze hebben foto's gemaakt misschien. En in elk geval, ze hebben de onderkant van haar maag, inclusief een stuk van haar dunne darm... Nee, twaalfvingerige darm, dat hele stuk hebben ze eruit gehaald. Dat zullen ze tegenwoordig niet meer doen. Wat een stelletje slachters. Want onderin je maag, daarin zit een kringspier. En die doseert met een bepaald tempo uh, hoe het voedsel in de twaalfvingerige darm terecht moet komen. Want voedsel moet een tijdje in de maag uh, klos, 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 klos. Met die maagenzymen Bij een pH-waarde van normaal gesproken 4 of 3 of zo. En dan moet dat voedsel dus helemaal verzuren. En als het dan voldoende verzuurd is, dan gaat die, die kringspier open. En dan gaat er een blubje, bulpje, blopje, uh, verzuurde meuk. Die gaat dan in de twaalfvingerige darm en daar is het basis. En als die twaalfvingerige darm te zure wordt, dan gaat er automatisch een signaaltje terug naar die kringspier. Waarmee die twaalfvingerige darm te kennen geeft aan die kringspier van nou dankjewel. Thank you voor de zure meuk, maar dit is echt genoeg. En dan stopt, dan gaat de kringspier weer dicht en dan gaat die twaalfvingerige darm aan de slag met die zure meuk en als die twaalfvingerige darm dan weer netjes basis is omdat alles doorgegeven is aan de dunne darm, dan gaat vervolgens die kringspier weer open. Nou, dat dus niet meer bij mijn moeder vanaf dat ik een jaartje of zes zeven was, want toen hebben ze alles eruit gehaald van de onderkant van de maag tot en met het begin van de twaalfvingerige darm. Dat was klaar. Mijn moeder had die kringspier niet meer. Dus die heeft ook nooit goed lekker tof kunnen eten vanaf dat. Ja, die, die vertering was natuurlijk ongelooflijk verstoord. Mijn moeder kon echt geen melkproducten meer verdragen terwijl ze daarvoor gewoon melk kon consumeren. Nou is melk niet gezond, dus verder niet zo'n man-overboord idee. Alleen, het zegt wel wat. En het is een beetje gek, natuurlijk, dat je door zo'n ingreep. die tegenwoordig echt niet meer door een arts wordt gedaan hoor. Dat doen ze niet meer met jou. Maar toen dus wel. Dat was zielig. En toen ik tien was, elf was. toen kreeg mijn moeder de diagnose borstkanker. Nou, dat was heel erg. Dat vind ik nog heel erg voor mijn moeder. Dat vind ik zo erg. En dat het toeval wil, of de vreedheid wil, of ik weet niet wat. Maar ze is nu dan, heeft ze een man gevonden en die zal. Ja, die twee zullen bij elkaar blijven tot aan hun beider dood. Dat, 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 dat lijkt me nogal wild dus. Zij is geen makkelijke partner voor hem, dat heeft hij gezegd. Maar voor hem, het is best een lieve man en zo'n positieve over. Nou, Er ziet overal wel het positieve van in. En zij doet, mijn moeder doet natuurlijk ook leuke dingen. Dingen die hij waardeert. En hij heeft voldoende tijd voor zichzelf. Ik denk dat dat verder wel goed gaat. Die man die vist graag. Een je een sportvisser. We hebben ook al twee keer, drie keer samen gevist. Dat was wel gezellig. Ik viste ook graag in mijn jeugd. En toen heeft mijn moeder dat op een dag verboden. Maar goed, terug naar die borstkanker... En die man die ze nu heeft, aan haar zijde, zijn oudste dochter is overleden aan borstkanker. En dat is niet zo lang geleden gebeurd. En toen ze die man leerde kennen, was hij weduwnaar en zijn vrouw was ook overleden aan borstkanker. Verschrikkelijk. En zijn jongste dochter die heeft twee amputaties ondergaan. Borstamputaties. Echt verschrikkelijk. Ik kan er eigenlijk niet bij stilstaan. bij hoe erg ik dat vind. Ik gruwel daarvan. Ik breek mijn kop erover hoe dat nou kan. Hè? Al die vrouwen met al die borstkanker. Het is toch niet normaal? Ik vraag me af of onze westerse medische wetenschap, onze allopathische wetenschap, of die de zaak wel op de goede manier aanpakt. Of dat ze een dermate ingewikkelde oplossing hebben gekozen voor het probleem dat ze het probleem nooit gaan oplossen. Ik heb altijd geleerd in mijn beroep dat je bij de oplossing van een probleem, ik heb een automatisering gezeten, en je moet het probleem eerst zo eenvoudig mogelijk benaderen. Dat betekent uh, zo abstract mogelijk. Niet gelijk in de details duiken. Vanuit de algemene lijnen ga je steeds meer naar binnen werken. En je gaat niet gelijk beginnen bij uh, het detail. Wat ze nu doen, hè, als, als je bent een vrouw en er zit een verharding en versclerotisering in je borstweefsel... Dan gaan ze gelijk kijken naar het DNA. Ze gaan gelijk heel erg detailistisch aan de slag. En dan vinden ze een gen en dat komt dan voor bij. Uh, nou, we hebben vrouwen gehad en die hadden dat ook, en die hadden ook dat gen. En dan krijgt dat gen krijgt de schuld. Ik vertrouw dat niet. Dus even voor jullie, dit is alleen maar beschouwend, hè? Ik vind het zielig voor mijn moeder. Ik vind het zielig voor alle vrouwen die dat soort dingen is overkomen. Mijn moeder heeft ook baarmoederhalskanker gehad. Toen ben ik nog in het ziekenhuis geweest. Toen was mijn kind al geboren, dacht ik. Ben ik één of twee keer in het ziekenhuis geweest? Dat was verder niet zo'n probleem in die zin dat. Ja, ze had natuurlijk volwassen kinderen. En toen heeft er een hysterectomie plaatsgevonden. Dus een amputatie. En volgens mij was ze al door de overgang heen. Dus. Ja. Dat is dan geen grote verandering meer voor je lichaam. Ja. En je baarmoederhals, ja. Zonder het over seks te willen hebben, maar dat je baarmoederhals eruit gaat, dat is niet zo'n probleem voor de seks. Mijn moeder was wel heel erg van de seks toen zij jong was. Dat is ook de reden waarom ik geboren ben. Zij was heel losbandig als vrouw, als meisje. En ze heeft mijn vader verleid toen ze 16 was. En toen is zij in december 1958 of november, iets in die tijd, is ze. Ja, toen was het bingo. Maar ze was denk ik voor die tijd al begonnen. Met seksdingen met mijn vader. En mijn vader. Uh, ja, die viel op haar. Mijn vader was ook wel een mooie jongen. Een goede babbel. Mijn vader was een rebels iemand. Die. Ja, die heeft mij verteld dat hij geurineerd heeft. in het wijwatervat. van de rooms-katholieke kerk in het dorp. Een hele beroemde kerk. Het dus laatst heeft hij in de fik gestaan. En die architect van de kerk, die kerk, dat was dezelfde architect als de architect van uh, het Centraal Station in Amsterdam. Best een beroemde vent. Kuipers heette die. Ja, veel maak je mee hè, als mens. In dit geval dan mijn vader en mijn moeder en dan ik, dat ik al die verhalen ken. Want toen was mijn moeder 17 en toen wist ze dat ze zwanger was van mij. Daar is ze dan denk ik in januari 1959 achtergekomen. En toen was ze nog 17, dacht ik. Of was ze nog 17 toen ik geboren werd? Kan ook. Nee, dat moet als wel. Dat is vrij jong, hè. En het dorp waarin ze woonden, mijn vader en mijn moeder. Daarin was iedereen netjes gelovig. En je was ofwel katholiek. En dan liep je aan de noordkant van de weg naar school. Of je was protestant. En dan liep je aan de zuidkant van de weg naar school. En zowel de katholieken wilden niet dat hun kinderen omgingen met de protestanten, en de protestanten wilden ook niet dat hun kinderen omgingen met de katholieken. Dus dat was eigenlijk heel harmonieus. Allebei wilden ze elkaar niet. En mijn vader, die was atheïstisch opgevoed, of agnostisch zou je moeten zeggen. Dat was een vorm van atheïsme. Een van de meest te waarderen vormen van atheïsme, vind ik. Nu dan. En mijn moeder is katholiek opgevoed, maar dan uh, moet ik zeggen: ja, Je bent dan katholiek en je gaat nooit naar de kerk, maar je bent wel katholiek. Mijn moeder, haar laatste naam is ook Maria. Want het is zo in de katholieke kerk, is dat beleefd. Hè? Nou, inmiddels weet ik dat de katholieke kerk. dat is. Ja, dat is. Een... Ik weet niet goed hoe je dat moet zeggen. wat het is voor de samenleving. Is het een virus? Is het een schimmel? Is het een. Parasiet, een parasiet. Is het een roofdier? Hmm. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar zoiets. Zo. Het is Babylon, hè? Het oude Babylon. Dat, dat heeft nog nooit in haar bestaan berouw getoond. En gaat lekker door met dat wat ze doet. Tot op de dag van vandaag. Jo, maar de kerken zijn allemaal leeg. Ja, dat, dat is waar. Dat maakt Babylon niet uit. Dat hebben ze al rekening mee gehouden. Er is zelfs al een, een geschrift verspreid en dat heet De Laatste Paus. Dat hebben ze waarschijnlijk zelf geschreven. De Katholieken dus. Het kan goed zijn hoor, dat als ze het. De, de Katholieke Kerk is een eenheid van kerk en staat. En het gaat ze niet zozeer om de eenheid van het geloof alleen. Het gaat ze om de eenheid van het geloof en de eenheid van staat. In die zin dat alle staten netjes. Belasting betalen, of liever gezegd, alle burgers van alle staten betalen zo direct mogelijk, op een direct mogelijke manier, belasting aan het Vaticaan. Met zo min mogelijk stappen ertussen, zodat het Vaticaan uh, ja, gegarandeerd is van inkomsten. Het is een businessmodel waarbij wij de toegevoegde waarde moeten leveren. En dat die toegevoegde waarde niet ergens uh, onderweg uh, blijft steken bij een lokale overheid, heerser, dictator. Maar dat die gegarandeerd. Doorvloeit, zodat geen enkele dictator, heerser, lokale overheid, whatever. Dat niemand in de verleiding komt om een stukje van de belastingopbrengsten, meer dan dat wat hem gegund is, hem of haar gegund is. Om meer te claimen, dat, dat, dat gaat niet. Nou, Dan gaat het dan om met de katholieken, en mijn moeder was dus katholiek. Maar ze gingen dan niet naar de kerk. Ik denk niet eens dat mijn moeder het uh, weesgegroet Maria kent. Ik wel. Ik, mijn eerste vriendin was. Ja, uh... nou, mijn eerste serieuze vriendin Die was katholiek. Ik weet nog dat mijn moeder die. Echt een drama verhaal. Maar zij wilde dan uh, de ouders van mijn vriendin leren kennen. En ik vind eigenlijk dat je dat niet moet doen, hè. Ik heb dat nu met mijn dochter ook. Die heeft nou een vriend. En ik ga me daar niet in mengen. Er was, was de vriend die ging hier in de stad ergens spelen. En dan zei mijn vriend, Wim Kruidertuin, die filmt heel veel... en die vroeg aan mij van, ja, waar gaat die jongen dan spelen? En ik allemaal knobbelen ik kwam er niet echt uit. Dus ik doe een sms'je naar mijn kind en dat was al die avond, hè. En ik vroeg dus van, waar gaat je vriendje spelen vanavond? En dan gelijk zo'n heel paniek sms'je terug. je gaat toch niet komen kijken? En ik, nou, wie is hier nou de homo, zeg ja, dat mag je niet zeggen waar mijn dochter bij is, want die zegt, hé, hey, pap moet er wel inclusief doen. Maar ik bedoel homo sapiens. Hè? Ik heb uitgelegd van, nee, het gaat om Wim. Nou, toen kreeg ik dus te horen waar hij dan speelde. Nee, natuurlijk ga ik niet zomaar binnenkomen, vallen op een plek waar dat nieuwe vriendje van haar is. Ben jij gek? Trouwens, ik ben nog met wonden aan het likken van het feit dat ze de eerste vriendje gedumpt heeft waar ik enorm aan gehecht was. Ik wou dat ik die jongen nooit had ontmoet. Ik heb er echt liefdesverdriet van gehad. Ik heb die jongen dan wel zien lopen door de stad. Ik kreeg gelijk pijn in mijn buik. Ik dacht, jeetje, wat erg dat jij mijn schoonzoon niet gaat worden. Wat een goede gozer was dat, man. Dat die mozo gewoon gelijk eerste vriendje, bingo. Ja, als vader, je wilt er van die zorg af. Ja. Kleine meentje, kleine probleem. Groze meentje, groze probleem. Dat weten we toch allemaal? Je hebt toch niet voor niets dat er gesproken wordt over een bruidschat? Het is niet voor niets dat er dus op vrouwen als het ware zo'n kaartje hangt. van 30.000 euro, waarmee bedoeld wordt als je er meeneemt, dan krijg je 30 ruggen mee. Dat is dat die vaders willen allemaal van die dochters af, man. Laat mij niet zitten met mijn dochter. Dat is serieus hoor. Dat is, uh... Ja, maar Piggy zou je het dan niet fijn vinden dat je. Nou ja, punt 1. Ik wil niet dat ik afhankelijk ben van mijn dochter. Dat wil ik haar niet aandoen. En aan de andere kant wil ik dat mijn dochter lekker helemaal zelfstandig is. Dus ik wil niet dat ze voor de vader hoeft te zorgen. En ik wil ook niet dat ze afhankelijk is van mij. Nou, dat moet, nou, het is toch een vrouw, Dan moet dochter dan wel zeggen van... Uh, ik kan alles zelf wel horen. Dan denk ik, ja, 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 ja. Ik heb liever een jongen, hoor. Voor haar dan, hè. Anyway, dat was wel een leuk verhaal daar in Eindhoven. Zegt. <laughs> Want zij was dus katholiek, hè, mijn vriendin. En mijn moeder die had dan een nieuwe man en die werkte bij een heel groot accountantskantoor en dat accountantskantoor had dan een half hotel afgehuurd en dan allemaal party tootie toot lekker party vieren hè? met eten en drank. Ik ken het wel. En iedereen mocht blijven slapen in het hotel, unlimited money. Dat was een, dacht ik, een voorganger van. Ja, dat weet ik wel zeker. Dat is een voorganger voor een KPMG. Daar werkte die man. En mijn moeder, die kwam dus, die had het gepland: van nou, ah, dat is leuk. En dan hebben we zaterdag dat feest. En dan komen we zondag. En komen we kennismaken met je schoonouders. En daar had ik helemaal niet om gevraagd. Maar dat wilde mijn moeder graag. En wie ben ik om te zeggen dat het niet mag? Dus ik heb het gevraagd aan mijn vriendin. En die zei: nou, dat is goed. Dat kwam ook wel goed uit natuurlijk. En toen kwam mijn moeder. En die had echt een enorme kater. Nou, mijn vader kon suipen maar mijn moeder kon er ook wat van. hoor Altijd al. Ze drinkt nu niet meer. Echt geen druppel meer. Dat valt helemaal niet lekker meer. En de lol is er totaal van af. Dat vind ik echt wel zielig voor mijn moeder. En dat kwam mij te doen... Maar toen zoop ze nog. En daar had ze toch een kater. En toen uh, had mijn schoonmoeder... Die, uh, ja, dan zit je in zo'n warme woonkamer. Je kent het wel. En dan zit... Uh, ik rookte. Haar man rookte. Uh, de vader van mijn vriendin, die smokte. En dan uh, die gezellige Brabantse, Eindhovense, katholieke moeder. Die komt dan dus zo binnen met zo'n zo schaal met allemaal gebak. En toen stond mijn moeder uh, zo heel uh, schichtig, stond ze op en ze was helemaal wit rond de neus en toen dacht ik, oh jee, dat gaat niet goed. En ik ging naar het toilet en ik heb later nog een vraag van, mam, uh... ja zei ze, ik moest overgeven. Ik kon het echt niet meer binnenhouden. Ik heb dat ook wel eens gehad hoor, maar gelukkig niet bij mijn voor de, uh, bij de schoonouders van mijn kind voor de eerste keer. <laughs> dat zou toch erg zijn. Ja, graag mijn moeder. Ik heb met haar te doen, dat is het. Ja. Ik heb er niet veel aan gehad. Hij uh... zei, de jongste zus van mijn vader, die, daar kan ik heel leuk mee kletsen. En wat ik vooral het leukste vind, de jongste zus van mijn vader, die is 14 jaar of 12 jaar. Maar zoiets, heel, niet zoveel jaren ouder dan ik. Ja, die heeft dus mij heel bewust meegemaakt. En dus mijn moeder ook. En, en die kan dan allemaal dingen vertellen van wat zij dan. Uh, ja, die hier allemaal niet weer weet natuurlijk. Hè. Haar en haar zus. Haar oudere zus. Dat zijn hele, twee hele leuke tantes van mij. Daar heb ik veel aan gehad. Allebei hele slimme vrouwen. De jongste zus van mijn vader, die kan heel goed schaken, bijvoorbeeld. En heel goed britschen. En ook klaverjassen, dat schudt ze helemaal uit de mouw. En andere puzzeltjes en dingen. Die heeft ook zo'n puzzeltjeskast in haar woning. Hè? Goed gebruik van de Nederlandse gemens. Zo'n kast met allemaal puzzels. Ja, niet de hele kast, maar etterlijke planken met puzzeltjes. En dan waren we laatst, een paar maanden terug, aan het kletsen over de goede oude tijden. En toen zei ze, ik vertelde iets, en toen beaamde ze dat, en zei ze, ja, jouw moeder was wel een hele koude moeder. Ik had niet zoveel aan mijn moeder. Mijn moeder had ook niet zoveel aan mij. Ze snapte mij niet goed. Denk ik. Nou, dat weet ik wel zeker, dat is nog steeds zo. Ik ben dan een jaar geleden, uh, heb ik mijn uh, softwarecarrière een drastische wending gegeven. En uh, ik ben nu financieel onafhankelijk van mijn programmeeractiviteiten. Dat klinkt leuker dan het is natuurlijk. Het komt erop neer dat ik er geen zak meer aan verdien. Nou, dat is niet helemaal waar, maar veel te weinig om van te leven. Dus werk ik nu in de gehandicaptenzorg als schoonmaker. En daar hoort nog een heel verhaal bij. En ik ben heel blij met mijn baan. En daar wil ze niks van weten. Zij denkt waarschijnlijk van, zie je wel? Het was vroeger al zo dat ik niks van hem begreep. En dat is nou nog steeds. Gaat hij nou dit doen? Nou, dat zag ik, dat, dit zag mijn moeder echt niet aankomen... Dat had ze in de levensdagen niet verwacht. Ik hoop niet dat ze zich voor me schaamt. Dat zou ik wel zielig vinden voor haar, want dat is niet nodig. Ik doe eerzaam werk. Bewoners, cliënten, begeleiding, zelfs de mensen van het planbureau. Ze spreken respectvol over mij. Er zijn er en die noemen mij Perry het En dan zeg ik, hey, 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 hey? Agent B. En dan moet iedereen lachen. En dan kan mijn moeder zeggen: ja, maar je verdient helemaal niet veel geld. Wat maakt het nou uit? Wat moet ik dan doen? Atoomwapens kopen en dan Trump gaan helpen in de aanval op Islamabad. Ik wil helemaal geen atoomwapens. Ik wil ook helemaal geen auto. Ik heb nu een fiets, maar ik wil eigenlijk helemaal geen fiets. Ik heb nu een deelauto dan, dus die is niet van mij. Voor 18 euro in de maand mag ik, als ik het heel aardig vraag aan Wim, Wim Kruidentuin, dan mag ik de auto mee. Dus komende woensdag krijg ik de auto weer mee. En, nou, dat vind ik mooi genoeg. Nou, ze, ik weet niet, maar ze, ze vraagt ook nooit wat er mij. En, en dat was al zo vanaf dat ik klein was. Mijn moeder, dat was pas een paar jaar geleden dat mijn moeders tegen me zei. Van zei ze: Ja, ik, toen jij zes was en toen kreeg jij een bibliotheekkaart. Dat hebben denk ik de ouders van mijn vader voor mij betaald. Die deden dat vaker. Dat ze dat soort elementaire kosten. Daar werd niet over gediscussieerd. Dat werd even geregeld. En zo kwam ik dus aan een bibliotheek uit. Toen ik zes was. En kon lezen. Ik kon heel snel lezen. Ik had het zo in de gaten. Taal en ik waren altijd vriendjes. En later werd dat computertaal. Programmeren. Machinetaal voor computers kan ik lezen. En begrijpen. Ja, zei mijn moeder. En dan ging jij naar de bibliotheek. En dan haalde je allemaal van die ingewikkelde boeken. Ik, ik, ik vond het eng. Ik jaagde mijn moeder angst aan. Kan je nagaan, hè? Dan ben je een zesjarig kind. En je moeder is bang voor je. Ja, wist zij veel dat ik uh, eigenlijk uh, periode vogelbek dier was? Agent B voor buitenstaanders. Ja, dat wist ze allemaal niet. Dat kwam al later pas. En het is gebleven hoor, die afstand tussen mij en mijn moeder. Um... Ja, het, het, het kwam nooit lekker op gang. En toen kwam mijn dochter en toen dacht ik van nou nu zal het wel gaan komen want dan ga ik eindelijk dingen doen die in het uh, hoe moet zeggen in het uh, op het terrein liggen waar mijn moeder van alles van weet namelijk zorgen voor een kind dus dan kan ik verhaaltjes gaan vertellen uh, hoe ik de luiers heb verschoond en hoe ik de dit blablabla. ik moet namelijk van alles doen in de huishouding want dat die de moeder van mijn kind. Die zou later dan gediagnosticeerd worden met een ernstig jeugdtrauma. En. Ja, zo iemand kan dan niet. Uh, die kan de, uh, de verantwoordelijkheid niet dragen. voor huishoudelijke taken. Dat, dat kan ze niet. Dat moet je haar niet geven. Dat is iemand en die is heel erg bezig met zeggenschap en domineren. En. Die is blijven steken in haar geestelijke ontwikkeling van de geestelijke ontwikkeling van een meisje van een jaar of vijf die teleurgesteld is in haar ouders en die vindt dat het nu een keer haar beurt is om te zeggen wat er gaat gebeuren. En die blijft daar maar in rond te, in rond te draaien. Ja. Die... Die begrijpt niet dat als je de, de ene dag hebt gezegd dat jij de uh, eh, ene dag duidelijker gemaakt wat er moet gaan gebeuren, dat dat dan niet inhoudt, dat je dat de volgende dag dan weer mag. Want gisteren deed je dat toch ook, dus vandaag dan weer. Dat is een andere manier van denken. Dat is ziekelijk hoor. Dat is pathologisch. Maar het hield dus in dat zij dus niet schoonmaakte, niet opruimde en wel meer dingen helemaal niet deed. En dat draaide ik dan voor op maar goed, dan doe je heel veel huishoudelijk werk. En daar dacht ik van: nou, dan, dan, dan snap mijn moeder waar ik mee bezig ben. Hè? En dan kan ze tegen me zeggen: Jongen, wat doe je dat goed? Wat is het huis mooi schoon? Hè? Gegeven het feit. Want ik, ik, had een, ik had een heavy baan hoor. Ik was directeur van een softwarefirma in de groei. Nou, dan heb je geen moment rust. Altijd wat te doen. Ook in het weekend. En dan nog een keer die huishouding, uh, ja, het huis op orde houden. En, en je hebt een chaosfactor in in, om je heen die de godganse tijd uh, alles door elkaar gooit. Letterlijk alles door elkaar gooit. Hè? Maar dat zag mijn moeder helemaal niet. Die heeft ook nooit tegen mij gezegd: van jongen, wat goed. En toen ze commentaar ging leveren over het, uh, dat het huis niet schoon genoeg was. En uh, ik deed dat niet goed en bla bla bla. En, en kritieken. Dat vond ik niet leuk. Dat... Toen voelde ik mij ondergewaardeerd. En jaren later zegt dus de jongste zus van mijn vader tegen mij. Uh, Ja, je hebt een koude moeder. Dat moet niet leuk geweest zijn voor jou. Ja, nou, dat klopt. Ik weet nog wel, toen ik klein was, dan kwam ik uit school. En zat mijn moeder op de bank. En dan was het eerste wat ze zei, was... Uh, Ga maar naar de... Het was geen discussie, het was gewoon opdracht. En dan moest ik naar de tabakswinkel. Dan moest ik sigaretten halen voor haar. Dat vond ze wel makkelijk. Zij had ook zelf kunnen lopen, want we hadden, dat waren de tijden in, in Amstelveen, dus het westen dan ook nog. Hè? En dan bij de voordeur hing er een touwtje uit, of een touwtje dat had erachter gespannen of, nou ja, Bij iedere deur had een touwtje. Alle kinderen konden de woning in en uit. Dus dat was helemaal geen enkel probleem. Dan zou je het makkelijk even zelf kunnen lopen. En dan had ik. Ja, volgens mij belde ik helemaal nooit aan. Nee, het eerste wat je deed was. Je, je deed je hand door de brievenbus. En dan pak je dat touwtje wat erachter gespannen was. En dat trok je aan. En dan deed de deur open. Ja, hoezo ga je aanbellen? Nee, nou, ja, dat deed je niet. Tenzij het touwtje er niet was. Ja, dan moest je bellen. Maar het touwtje zat er altijd. Andere tijd, hè? Ik vond het toen beter gaan met Nederland dan nu. Ik vond het toen een, een ruime 7. En met dat rapportcijfer vergeleken vind ik het nu een 3,5. 3,8. Ja, behoorlijk onvoldoende. Zorgelijk onvoldoende. Tja. Die moeder van mij. Ik hoop maar dat het goed gaat met haar. Het gaat steeds minder. Dat, wat ze nou laatst van klachten had. Oh, dat vond ik wel heel erg. Dat heeft dus iemand van... Uh, ik weet niet hoe dat dan heet. Maar zo'n soort uh, einde der tijden zorg of zo. Die was bij haar bezoek geweest. En die wilde dan weten of zij wilde gereanimeerd worden. Mocht het zo zijn dat er iets zou optreden wat terminaal was. En ja, dat ze dan nog wel konden ingrijpen, maar dan moesten ze wel alles erbij gaan zetten. En uh, wat wilde mijn moeder dan als zo'n situatie aan de orde was? En mijn moeder heeft toen laten opschrijven dat als zo'n situatie aan de orde was, dat reanimatie. Niet hoefde. Dat vind ik wel erg. Dat vind ik wel... Het gekke is dat als je dat aan mij zou vragen, dat zou ik dat denk ik ook zeggen. Of misschien dat ik zou zeggen, want zo ben ik wel hoor. Ik denk dat ik zou zeggen van nou, uh, als het dan zover komt met mij, dan vraag het dan maar aan de, ja, aan de mensen in mijn omgeving of ze nog zin hebben in mij. En zo ja, probeer het dan maar. En als iedereen zegt van nou nah, nee, laat mij maar gaan. In de zin van ja, ik wil niet echt iedereen tot last zijn. Ik wil niet per se in leven blijven. Ik wil ook niet per se dat ik getermineerd word. Maar zoiets ertussenin dat als mijn dochter dan zegt van ja, redden, 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 want ik wil nog wat aan hem vragen. Dat als mijn dochter dan nog wel, stijl, dan wel. Ik denk dat ik dat zou zeggen. Maar voor mezelf, ik heb een hartstikke mooi leven gehad. Echt een geweldig leven. Tot nu toe dan. Hè? En ja, de vooruitzichten zijn uh, ja, niet onzonnig. Tot maandag begin ik op mijn nieuwe locatie. En dan met de Belastingdienst ben ik aan het afbetalen. Die hebben een loonbeslag gelegd. Maar ja, dat gaat ook niet eeuwig duren. Nou, dan kan ik er wel heel fatsoenlijk gaan sparen. En dan ga ik wat minder werken. Mijn doelstelling is om over, weet ik wel, twee jaar of zo. Dus zeker over twee jaar. Maar liever al over een jaar. Dan werk ik nog maar 70 uur in de week. Dan vind ik het mooi geweest. Uh, in de maand, sorry. <laughs> 70 uur in de maand. Dat is leuk genoeg. 18 uur in de week is dat, hè? Toch? En dat verdeelt over vijf dagen. Gewoon iedere dag een beetje werken, geen probleem. Maar niet te lang. En dan voor mijn moeder dat verhaal. Dat heeft ze mij verteld. Van, oh, ik heb verteld tegen die. Uh, einde der tijden, zorgmensen. Dat zij dan getermineerd wil worden. Of ja, niet uh, gered wil worden. Het ergste vind ik dan is dat ze dus niet trots is op mij. Niet vanuit mezelf, hè, want nou, dat maakt mij niet zoveel uit, maar ik heb me er inmiddels bij neergelegd. Ik kijk heel anders naar haar. Het zou toch een beetje raar zijn dat ik met mijn 61 jaar nog op zoek ben naar de waardering van mijn moeder. Maar dat was vroeger. Vroeger heb ik dat gedaan. En nou niet meer. Maar zij is toch degene die mij. Het is toch je moeder. Het is niet de overbuurman. En mijn tantes hebben gelijk of nou, mijn mijn ene tante heeft gelijk... Nou, mijn andere tante die, die spreekt er ook zo over... dat die zegt van ja, die familie van je moeder... die katholieken dus... Hè? die maken allemaal ruzie. Nou, daar valt me inderdaad wat aan op. Dus. Dat is toch bitter, hè? <coughs> en dan vreemd genoeg de, de moeder van mijn kind... Dat is ook zo'n uh, ruziefamilie. Heel raar. Dus je zou kunnen zeggen, ik heb een soort kopie van mijn moeder gevonden en dat werd dan de moeder van mijn kind. Gek hè? Dat is nou iemand zal zeggen met een beetje psychoanalytisch vermogen. Van ah, dat is juist logisch. Ja, dat zal ik ook wel. Ik vind het ook niet erg hoor. Ik vind het best zoals het allemaal nu is. Ik ben dankbaar voor het leven dat ik heb. En de allerbelangrijkste is, ik heb respect voor mijn moeder. Ik heb ook iemand, een ongelofelijke zakhooi, en die sprak onrespectvol over zijn moeder. En toen was hij al 38 of zo. Ah, dat kan je niet maken. Vind ik. Dat kan je echt niet maken. Nou, ik kan constateren dat mijn moeder mij heel geluk heeft opgevoed. Ik weet nog een keer dat ik thuis kwam van school. Dat mijn moeder heel triomfantelijk zei: Van nou, ik heb je opgegeven voor het zomerkamp bij de katholieken. En er was dan geen discussie over mogelijk. Hè? Daar moest ik dan naartoe. Er gingen dus twee weken van mijn zomervakantie. die gingen eraf. Nee, daar was ik blij mee. Ja, dat soort dingen deed mijn moeder. Die overlegde helemaal niet met mij. Die vroeg niet aan mij van. Goh, Perry. Ik heb in het krantje gelezen, zo'n buurtkrantje. Dat de katholieke kerk je houdt een zomerkamp. En zou je het leuk vinden om daar naartoe te gaan? Helemaal niet. Nee, ze heeft me gelijk opgegeven. Ik weet ook nog een keer dat. Het was zomervakantie. En toen was het snoei- en snoei heet weer. En ik zou met mijn vriendje de volgende dag naar het zwembad gaan, het openluchtzwembad. En toen zei mijn moeder... Oh ja, uh, nou, dan wil ik wel mee. Daar had ik niet om gevraagd. Hè? En als mijn moeder graag naar het zwembad wil... Uh, ja, dat maakt mij ook helemaal geen donder uit. Dan gaat ze toch naar het zwembad. Maar ik zou met mijn vriendje gaan. En mijn moeder moest, uh, die kon niet de hele dag vrij krijgen van haar werk. Maar dan wel smiddags. Dus dan zou ze smiddags komen en ik zou s morgens al gaan. Nou ja, ik nam het maar aan. Ja, mijn moeder zou dus komen, zo en zo laat... Uh. Nou, ik vond het helemaal niet leuk. Ik was liever met mijn vriendje. Gewoon twee jongens en die hebben het dan over dingen waar jongens het over hebben. En, en dan moet je, wat moet je moeder erbij? Kom mijn moeder niet met iemand van het werk, ook een vrouw. Uh, waarom moet ze nou per se met mij mee? Dat begreep ik ook niet. En waarom niet met mijn zusje? En, maar ze wilde dan, nee, hey, dan kom ik. Ja, daar was ik met mijn vriendje in dat zwembad. En toen stroomde dat zwembad om een uurtje of elf helemaal vol met kinderen uit Amstelveen. En al heel veel, echt veel meer dan normaal. Allemaal mensen die normaal gesproken niet in het zwembad kwamen. En die waren aan het kruisen, jongen. En dan ja, die jongen. Die, die meisjes allemaal, uh, met van die beginnende tietjes, uh, in van die bikini's. En die jongens, die, die waren zo heet als een pizzaat, een steenhoven. Die zaten allemaal achter die meisjes aan, allemaal gevoos in de bosjes en gebler En dat bad, dat zat helemaal vol met krijzende lui. En het werd 12 uur, kwart over 12. En ik zei tegen mijn vriendje van, nou dit trek ik niet, ik word hier helemaal gek van. Ja ze mijn vriendje, dit trek ik ook niet. En dan aan de andere kant wisten wij: van ja als iedereen in het zwembad zit, dan is het in Amstelveen dus op dit moment nou, helemaal uitgestorven stil. Dus ik zei tegen mijn vriendje: van zullen we lekker gaan vissen vanmiddag? Ja, zei mijn vriendje: dat is een Goed idee. Dan gaan we lekker vissen? Dus wij uh, huppakee spullen pakken en dan uit die gillende, krijzende, psychopathische vrouwen na jaren de weg. Het was echt zo erg dat, als je, dat, dat het water van het zwembad, dat er rook naar zonnebrandolie, ja, daar wil ik niet in zwemmen. Heb vind ik vies. Nou, toen stonden we buiten, ik ging er nog vanuit, van, nou, ik kom mijn moeder wel tegen en ik zal wel tegen mijn moeder vertellen, van, nou, jij mag best naar die krijzende meute gaan, maar ik kan dat niet verdragen, ik heb er geen zin in. Dus ik ga wat anders doen. Nou, ja, toen kwam ik dus buiten, inderdaad, mijn moeder kwam er net aangefietst. En die gaf ik dus door van, nou, euh, ik en mijn vriendje, euh, dat wij dus naar huis zouden gaan. Ben, want wij gaan wat anders doen. Want het is daar veel en veel en veel te druk. Toen werd mijn moeder kwaad, jongen. Zo. En toen greep ze me bij mijn arm. Ze had van die lange nagels. En een kruisen... en een schudden. En, en, en ik had dus echt de, de krabben in mijn arm staan. hè? <coughs> Nou, het hoefde hem niet gehecht te worden, maar. <laughs> het was wel. Uh, ja, die huid was stuk. Het deed pijn. Ja, toen dacht ik wel, oké. Okay, uh, toen ben ik dus maar uh, verder met mijn vriendje naar huis gegaan. En, en hij ging zijn hengel halen. En ik liep naar de voordeur. En ik stak mijn hand door, het, uh, door de brievenbus. En toen had mijn moeder dus in haar wijsheid het touwtje eraf gehaald. Ja, dat had mijn moeder even tegen me mogen zeggen, natuurlijk. Hè. Van denk erom, er zit thuis geen uh, touwtje achter de deur. En dan had ze mij de sleutel mee kunnen geven en dan had ik naar huis kunnen gaan. En dan had ik het touwtje weer kunnen bevestigen dan had ik terug kunnen gaan naar het zwembad. Want ik had zo'n inloopkaart, ik kon erin en eruit wat ik wilde. Dan had ik terug kunnen gaan en dan had ik voor haar, uh, haar de sleutel terug kunnen geven. En dan weer alsnog naar huis om dan uh, mijn spullen te pakken en te gaan vissen. En dat had alles gewoon goed gegaan. Nou, mijn moeder uh, denkt niet zo op die manier. Die was met de kwaaie kop het zwembad ingegaan. En die is daar gebleven tot een uurtje of uh, heel erg laat, totdat het koud werd. En... en ik heb dus iets van vijf uur, zes uur uh, voor een dichte deur op de galerij gezeten. En tussendoor heb ik van een buurvrouw nog wat water gekregen. Of limonade. Die vond het zielig voor mij. En, uh, heb je geen dorst, jongen? Ja, voor de rest was iedereen weg. Dus... Ja, en dan had ik helemaal niks. Ik kon niet bij mijn hengel, ik kon niet bij mijn spullen, ik had helemaal niks. Ik had mijn fietsleuteltje, dat was het. Dat is toch niet leuk voor mijn moeder? Dat staat dan op haar karma. En dat is toch niet leuk? Het geeft aan hoe mijn moeder naar mij gekeken heeft en nog steeds naar mij kijkt. En dat mijn moeder zit dan... want Kijk, mijn moeder komt aan bij het zwembad en ze ziet mij gaan vertrekken. En mijn moeder denkt dan, van ja, dat doet Perry om mij te treiteren. Want zo is haar familie. Ja, haar familie doet van dat soort dingen. Dus dan projecteert ze dat gedrag in haar familie op mij. Of zo, zoiets. Het komt niet in haar op dat ik, niet he dat ik helemaal niet uit kwade bedoelingen uit het zwembad vertrek. Dat is helemaal niet omdat ik daar niet met haar wil zijn. Ik wilde liever, liever met mijn vriendje alleen in het zwembad. Dat is wat ik wilde. Nou, mijn moeder wil dan komen, nou, daar sta ik niet om te springen. Maar ik ben niet zo iemand die dan denkt... dan ga ik lekker weg en zit mijn moeder lekker alleen. En dat denkt mijn moeder dan wel. Mijn moeder denkt dat ze een of ander monster gebaard heeft. Net als in die film uh, The Boys from Brazil... Wij, al die kinderen. die lijken allemaal op Adolf Hitler. Of die andere, die andere film. Heb je ook zo? Of is dat toch de Boys van Brazil? In ieder geval, al die vrouwen. die hebben echt een monster gebaard. Dat dacht mijn moeder dus. En dat is natuurlijk heel vervelend. En het was voor mij vervelend. dat mijn moeder mij zo zag als een of andere monster. Maar het is voor haar natuurlijk. Ja, want ik ben er inmiddels achter dat ik helemaal geen monster ben. Ik ben gewoon een uitermate vervelende zeurpiet die de hele tijd beschouwingen houdt. En uh, allerlei atheïsten jaag ik te tegen de kling, of weet dat, over de kling tegen... Nou ja, zoiets. Die worden dan boos. <laughs> oh, 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 oh. Maar ik ben, ik mag gewoon zijn wie ik ben, dat, dat weet ik inmiddels. Maar dat mijn moeder dan denkt dat ze een of ander monster gebaard heeft die, uh, ik weet niet wat ze allemaal maar niet van me denkt. Uh, ze praat niet in lovende bewoordingen over mij en daar doet ze zichzelf... Uh, daar doet ze zichzelf te weinig eer mee. Ja, zo zeg ik dat netjes. Ja, als zij trots is op mij, dan is het toch ook, dat verheft haar zelf ook. Dat is mijn kind bijvoorbeeld, ik ben hartstikke trots op mijn kind. En dan voel ik mij ook groot. Dan ben ik trots op mijn kind, en dan kan ik toch ja, dan vertel ik dus, nou, mijn kind die doet dat en dat, hè? Oh, oh, mijn kind. Hè? Oh. Ja, dus, dan ben je trots op je kind, maar dan gaan ook andere mensen naar jou kijken van, oh, echt waar? Nou, wat goed zegt dat je dochter dat kan. Oh, uh, zo'n vader, zo'n dochter, hè? En dat heeft mijn moeder helemaal niet. Dus is dus bitter, is dat voor haar. Ik weet ook wel dat mijn moeder zei... dan gaf ze mij straf... En dan stuurde ze mij naar mijn kamer. En dan na een tijdje dan vond ze dat, ze dat ik genoeg straf had gehad en dan kwam ze mijn kamer op. Ongetwijfeld zonder te kloppen. En dan zat ik op de grond of op mijn bed, of zo. ik was met iets bezig. Ja, je zit op je kamer. En ik had allemaal spulletjes op mijn kamer. Weet ik veel wat, dan ging ik tekenen of knutselen of zoiets. Ja, dan zit ik op mijn kamer, ik mocht mijn kamer niet af, mocht niet naar buiten, mocht niet vissen, mocht helemaal niks. Nou, ja, dan maar op mijn kamer. En dan kwam mijn moeder zo en die zei dan: uh, Nou, de straf zit erop, je mag naar beneden komen. En dan zei ik: Oké. Okay. Nou, dan ging mijn moeder naar beneden toe en dan na een tijdje kwam ze omhoog. En zei ze: Ja, uh, je straf zit erop, uh, je mag nou naar beneden komen hoor. En dan zei ik, uh, ja, maar ik, ik ben nog even bezig. En dan kom ik straks, ja? Nou, zei mijn moeder. Ik was, een, ik, oh, ik kon je wel wurgen. Je haalde echt het bloed onder mijn nagels vandaan. Ja, en ik was me van geen kwaad bewust. Ik weet nog een keer, dat was ik met een vriendje gaan vissen aan de Amstel. Dat is tien kilometer fietsen, denk ik. Best een eindje fietsen, op een mooie zomerse dag. Nou ja, het was niet heel warm, maar het, het regende niet. We waren een windje, maar dat was niet erg. Was een graadje of 18, 19, 20, zoiets. Wolkje voor de zon, en dan weer zon, dan weer wolkje voor de zon, je kent het wel. Wisselend bewolkt. We hadden daar een hele tijd zitten vissen, en vissen, we vingen helemaal niks. En toen zei ik tegen mijn vriendje van nou, nah, ik heb het wel gezien hier. Zullen we terug gaan? Ja, nou, zei hij, dat is goed. En dus wij terugfietsen, dat is een hele lange weg. En dan kwamen we langs een bouwplaats. En we hadden helemaal niks beleefd. En toen zei ik tegen mijn vriendje van: Goh, zullen we hier even kijken of er wat te beleven valt? Het was een zaterdag of zo, en er waren geen bouwvakkers. En we lopen die bouwplaats op en er was een heuvel. En toen stonden we boven op die heuvel. En toen zei mijn vriendje. Ja, zo, wijs nou naar beneden. Zo, zullen we een wedstrijdje doen wie het eerst beneden is? Ik zei dat is goed. En wij rennen naar beneden toe. Mijn vriendje lag iets voor en ik zat vlak achter hem. En mijn vriendje die uh, liep de grond in. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is de beste beschrijving. En ik zag hem dus verdwijnen in de grond. En ik zat vlak achter hem, en toen verdween ik zelf ook in de grond. En toen stonden we allebei stil, zo half drijvend in de grond, tot aan onze borst in de grond. Dus daaronder, dat was niet echt gras, dat leek alleen maar gras. Dat was een kuil die was volgelopen met water. En allemaal modder en waterplanten of zo. En een of ander plantje wat er bovenop groeit. En dan lijkt het net gras. Maar dat was geen gras. Het was meer iets dat als je erop gaat staan. dan zak je erin weg. En als je er keihard in gaat hollen. dan zak je er helemaal in weg. Zeker als je zo hard holt. dat je niet kan stoppen met hollen. Dan afgelopen. Dus toen kwamen we eruit gegaan en toen keken we naar elkaar. Oh, 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 we waren weer smerig, man. Nou, dan hebben we mijn fietsen opgezocht en dan terug ja, verder naar huis fietsen. Toen hebben we niks meer gezegd. Ja, allebei de pester in natuurlijk. Hartstikke we koud werden we. Git zwart waren we. En vlak voordat we bij mijn flat waren, ging mijn vriendje naar rechts, die woonde in de Laagbouw. En die zei tegen mij. Uh, nou, veel succes hè. Ik zei, ja jongen, jij ook. Hij zei, uh, en nog iets, uh, ik ben blij dat ik jouw moeder niet heb. Dan dacht ik van, waarom zeg je dat nou? Raar dat ik dat niet in de gaten had. Man. Maar ik kwam er wel achter. Ik heb later aan mijn vriendje gevraagd van hoe het met hem vergaan was hè? Nou, zei die, ik, ik kwam bij mijn moeder en die keek me aan en die had gelijk medelijden met mij. En die zei: Oh jongen, kom binnen, oh, ben je niet koud? En zei Voordat ik het wist, zat ik in een warm bad. Ik zei: Oh. Nou, toen ik aanbelde en mijn moeder mij zag, dan zei ze: Oh, nou jij komt het huis niet in. Ik ga je eerst maar uitkleden. Dus toen moest ik me uitkleden op de galerij. En dat vonden allerlei buurmeisjes een reuze interessant gezicht. Dus iedereen wilde zien hoe Perry daar in zijn blote kont stond. En toen mocht ik naar binnen. Ja, dat is mijn moeder. Het ergste vond ik toen mijn moeder, omdat ze die straffen op mijn kamer opsluiten, dat hielp niet. En dat ze toen had verzonnen van nou, dan uh, had ze ging, andere, ging ze op zoek naar andere dingen. En ze merkte dus dat als ik dan een verbod kreeg op het lezen van boeken, dat ik dat wel heel erg vervelend vond. En toen uiteindelijk heeft ze mij een verbod gegeven op het vissen. Dat vond ik het aller, aller ergste wat mijn moeder heeft uitgevroten. Daar heb ik er echt voor vervloekt. Want ik viste heel veel. Ik ving bijna niks, overigens. Het was niet zo dat ik de, de grote vissenmartelaar van Amstelveen was. Maar ik vond het zo lekker ontspannend. Zo, zo lekker. Uh, ja, ik had gewoon zo Ook gewoon zo'n bamboehengeltje. Ik had wel een werphengel, maar dat. Jongen, dat gedoe. En ik had zo'n eenvoudige bamboehengel met wel vier, drie, heel veel delen. Nam ik maar twee delen mee, en dan een boterhammetje. En dat was het. En dan ging ik aan de waterkant zitten en dan maakte ik van zo'n boterhammetje een stukje aas. En dan ging ik aan het haakje en dan plop. En na een tijdje dacht je van nou even kijken wat er aan mijn haakje zit. En dan was inderdaad dat was dingetje was er netjes afgegeten. Dus een of andere voor- of blijvis die had gezegd thank you for the music. Lalalala, je. Dan was je haakje weer kaal. Ik was meer de vissen aan het voeren dan dat ik de vissen aan het vangen was maar en dat kostte me dan uren per dag. En mijn moeder dacht misschien van nou is het toch allemaal verspeelde tijd. Maar ik vond het zo lekker. Ik vond het zo lekker rustig. Gewoon niemand aan je kop. Geen onderwijzer, geen moeder, geen zusje, maar niemand. Al alleen maar een beetje dat geklots van die golven. En dat doppetje wat er zo op en neer gaat. En dat mocht dan niet meer. Nou, toen heb ik haar vervloekt. Want... Tja. Dat zijn zo van die dingen. En ik dus naar mijn dochter toe. Hè, ik heb mijn dochter, misschien wel om die reden, nooit gestraft. Helemaal nooit. Terwijl mijn dochter echt wel dingen heeft gedaan waarvan ik denk van ja, dat doe je niet. Maar ik ging met mijn dochter in gesprek. En dan legde ik uit waarom ik bepaalde dingen niet tolereer. Zeer zeker na de scheiding, uh, ...ja, heb ik, uh, toen we nog bij die moeder woonden, <coughs> was dat moeilijker voor mij om te laten gelden. Maar hier in mijn woning, dit is mijn woning. En, en dat mag voor mij echt ontzettend veel. En de grenzen. Maar ze hebben nooit straf gehad. Jammer. Dus ja, maar is dat dan het enige goede wat mijn moeder heeft gedaan? dat ze mij heeft gevormd tot een vader... die dan absoluut niet naar zijn kind doet... zoals zij tegen mij heeft gedaan. Daar kan je toch niet trots op zijn als moeder? En dat is dan weer zo'n ding waarvan ik denk... Van, wat erg voor mijn moeder. Op wat voor een leven moet ze naar nou terugkijken? Nou, ja, dat is jammer. En ik weet niet of daar nog uh, op... Ja, zij heeft geen 30 jaar meer. En gaat zij nog anders denken? Dat, dat weet ik niet. En dit was voor jullie... Ik vertel het... Uh, het begrip voor mijn moeder, daar gaat het om. Uh, het gaat over mensen... Mijn moeder is geboren in de oorlog. En dat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is een hele andere generatie met allemaal dingen. En een katholiek gezin. En... Wauw, man... Heeft een dingen meegemaakt. Het is allemaal niet makkelijk hè, voor de mens om het steven tegen de storm in te houden. En dan raak je aan lagere wal met je bootje. En hoe kom je daaruit? Dat is echt zielig. En ik kan moeilijk tegen mijn moeder gaan zeggen: van moeder, wees er geen trots op mij, want dan ben je veel blijer. En dan gaat mijn moeder denken: van ja, uh, jij hebt makkelijk lullen. Ik heb een beetje trots zijn op jij. Moet op jou, moet je kijken wat je allemaal gedaan hebt. Toen je klein was, was ik al eng van je. Snap je? Dat, dat... En je kan ook niet tegen iemand zeggen: van ik wil dat je trots bent op mij. Dat kan al niet als je dat zelf wil. En dat kan ook niet als je dat wil voor die ander. In dit geval zou ik dat voor die ander willen. Want zelfrespect, daar heb ik echt voldoende. Daar heb ik mijn ouders niet meer van nodig. Dat zou een rare boel zijn. Huh? Dus dat is dan hopelijk het educatieve hierin. En dat het in die zin, in die zin dan ook zinvol is geweest. dat jullie uh, hiernaar geluisterd hebben. Dus dan kan ik in een heel tevreden, compleet gevoel. tegen jullie op zijn hamburgers zeggen: Tjus. <laughs> en dag lieverds.